sunny day, sunny no day. Hoe denk je van, want ik neem aan, ik heb je dit niet gevraagd, maar ik neem aan dat je het politiek systeem wil veranderen van binnenuit. Ja, ik wil. Of ik het ga kunnen is wat anders. Ja. Hè? Want ik veel, ja, ik bedoel, de zaken die ik heb aangekaart over de jaren heen zijn allemaal niet in het financieel voordeel van politici of verantwoordelijke overheidsfunctionarissen. Ik heb jarenlang, maar 16 jaar ben ik bezig geweest om vanuit de gemeenschap mensen te bewegen om in georganiseerd verzet te komen. Ik heb ook de afgelopen jaren met verschillende organisaties gesproken. Wat inhoudt, laten we georganiseerd weigeren om belasting te betalen. We doen die mededeling, want het is ons eigendom. Toch? Je hebt de wet natuurlijk niet voor je, of, maar je moet wel weten hoe je het zou moeten interpreteren. En de gemeenschap bepaalt de regels uiteindelijk. Niet die kleine groep, maar die gemeenschap moet sterk kunnen zijn. Maar wat heb ik gemerkt? Ik heb jarenlang ook presentaties gegeven over hoe dat systeem werkt en waarom minder of geen overheid het beste zou werken. Wat voor andere alternatieve systemen er zijn om het te kunnen doen. Daarvoor is empowerment heel erg belangrijk. En mensen zijn het eens, maar het moment dat je moet overgaan tot doen, zie je dat iedereen terughoudend is. Ja. En daar zie je dan weer die angst, daar zie je die indoctrinatie. Begrijpelijk dat men eerst in beweging komt wanneer ze toestemming hebben van een wettelijke regel, wat niet kan, wat niet mag. Als je eigen waarde kent, dan weet je dat je geen toestemming nodig hebt om te doen wat normaal is voor jou als mens. Maar dat is de realiteit. En omdat ik dat heb ingezien, ik was zelf ook heel naïef om te geloven dat het vanuit die gemeenschap zou komen. Met Surinamers over het algemeen geen strijders zijn. We hebben ook niet gevochten voor onze onafhankelijkheid. De enige strijders die we hebben zijn die Marons. Maar voor de rest, en die Indianen en die Indies hebben ook gevochten in de tijd. Maar vandaar ik toen tot een harde en moeilijke conclusie ben gekomen. Om dan maar te proberen, als men toch zo geïndoctrineerd is door regels, dan die regels te proberen te veranderen. Ja. En als dat lukt, nou, dan hebben we, dan ja. Dat geluk, voor ons en zo niet, heb je geprobeerd. Heb je geprobeerd. Hey, willen we.